4, nummer 43. Het is... Tjeerd Bruinja, dames en heren. Nou, dat is ook opmerkelijk. En Tjeerd heeft volgens mij een special guest. Een bekende. Nou, is het zo... van harte, met je mooie boek. Tony begint gewoon te spelen en dan moet ik iets erbij zoeken. Er bestaat een Afrikaans volk dat gelooft dat ieder mens geboren wordt als goed mens. Als goed mens met simpele verlangens. Verlangen naar veiligheid, liefde, vrede, geluk. Schreef een blogger in India. De stad wordt eerst een paar dagen gebombardeerd. Daarna worden er zelfmoordenaars op afgestuurd. Wanneer? Mooie verspreking. Afgestudeerd. Er bestaat een volk dat gelooft dat ieder mens geboren wordt als goed mens. Als goed afgestudeerd mens. Wanneer? Iemand iets verkeerds doet, nemen ze die man mee. Nemen ze die vrouw mee naar het midden van de stad. Stam eromheen. 2 dagen lang noemen ze alle goede dingen die hij of zij gedaan heeft. De stad wordt eerst een paar dagen gebombardeerd. Karretjes werden door de Hethieten al gebruikt als wapens om hun vijanden mee te rammen in volle vaart. De dichter is geen historicus. De dichter is de conciërge van de tijd. Wanneer iemand iets verkeerds doet, nemen ze die man of vrouw mee. 2 dagen lang noemen ze alle goede dingen die zij gedaan hebben, zodat de verbinding met de ware aard weer tot stand komt. Om hen te herinneren aan wie ze zijn. Wanneer ze inzien waar ze van losgeraakt zijn, roepen ze: ik ben goed. Ik ben goed. Een stad wordt eerst een paar dagen gebombardeerd totdat... Wanneer? In de middeleeuwen leenden Arabieren van Chinezen de slingerarm. Geen potten met buskruid. Maar aan ziektes overleden dieren werden de vestingmuren overgecatapulteerd. En ik wil niemand op ideeën brengen. Psst. Kijk eens naar de mogelijkheden in Afrika, goede Abu. De blogger loog. Ik ben je journalist niet. Ik ben de tweedehands duimzuiger van je tijd. Een blinde zegt: maak met mij deze kamer. Geef mij een indrukwekkende tafel met een dik blad, een stevige deur die zegt: dit is een belangrijke ruimte, een deur met gezag. Geef mij een uitzicht met een roestige geur van regen, auto's die na een bui worden wegzuizen, zonlicht dat mijn huid verwarmt. Klak met je tong, klap in je handen, draai om en luister. Het is niet de kracht waar je mee drukt, het is de intentie. Zeg me hoeveel van wat je weet je hebt gezien en hoe weinig aangeraakt. En merk dat wanneer je zachter praat, deze kamer veel kleiner wordt. Ik heb niet veel eelt op mijn handen, niet veel op mijn hart of tong. Roep me, dan weet ik waar we staan. Broeder Dieleman.